Goedemorgen allemaal, het is vrijdag, dus tijd voor een nieuwe vlog. Ik ben kapot. Ik hoef nu nog maar 1 week te werken. En dat is ook wel voldoende, zou ik zo zeggen. Want ik merk nu echt dat het zwaar wordt. Gisteren had ik echt nog allerlei feesten en partijen. En mijn enkels waren echt 3 keer zo dik als dat ze normaal zijn. Dus ik ben nu echt lichamelijk nogal moe. Maar goed, we gaan er weer voor. Sven die moest al heel vroeg weg vanmorgen. Dus mama is er al. Die is even met Niels naar buiten. En daar ben ik echt heel blij om. Want ik kan niet meer. En ik moet ook nog wat dingen voor mijn werk doen. Wat voor de site. Ik heb net wel de boodschappen besteld. Maar ik probeer het allemaal nu maar even weg te werken. Dat ik dan zo snel mogelijk gewoon niks meer hoef. Verder dit weekend. Morgen gaan we even naar de kapper met Niels. Misschien dat we ook even naar de snorfabriek gaan. Er komt een klein feestje hier verderop. Dat is misschien wel leuk. Maar hangt een beetje vanaf hoe het bij de kapper gaat. En 's middags en dat soort dingen. En 's avonds ga ik even met mijn beste vriendinnetje op het terras zitten. Heel veel zin in. We wilden eigenlijk naar een film. Ik weet even niet meer hoe die heet. Maar dat ging over moeders. Alleen het wordt morgen zo warm. Dat ik zei, nou misschien moeten we gewoon lekker op het terras gaan zitten. Dus dat gaan we doen. En zondag komen Sven's ouders hier, want Sven die gaat een halve marathon lopen. Nou ja, goed, en ik kan natuurlijk nog steeds niet zoveel zelf, dus dat is super fijn dat ze komen. En dan kunnen we ook de laatste dingen ophangen in de babykamer. Dus dat is heel fijn. En het eerste roze wasje is een feit. Ik heb de eerste roze spullen gewassen, ik zal het even laten zien. Want ik dacht, ja, laat ik maar eens beginnen. Want dit verlof wordt natuurlijk wel heel anders dan mijn vorige zwangerschapsverlof. Waar ik gewoon 5 dagen in de week alleen thuis was. Versus nu waar ik nu natuurlijk gewoon grotendeels nog Niels om me heen heb. Ik denk, ik ga gewoon rustig beginnen. Dus ik heb het eerste roze wasje gedraaid. En hier ligt het allemaal roze. En ik heb het ook gestreken en hier ligt nog dekentjes. Dus dacht ik, oh ja, dat moet natuurlijk met neutraal wasmiddel in plaats van het normale wasmiddel. En mittens. Oh. Ik ga zo ook even een update op. Oh, sorry. Een update opnemen. Van hoe het nu met me gaat. En ik kan je alvast verklappen dat ik bij de verloskundige was laatst. En dat die zei, het zou me niet verbazen als het de 42 weken gaat worden. Tuurlijk. Hartstikke goed. Dus nou ja, goed, dat gaan we meemaken. Ja, het tempo is eruit, jongens. De scherpte is eruit. Bear with me. Even kijken hoor. Kijk, dit is toch pissel. Dan moet je zo het opheffen als je niet de beurt. Ja, ja. Dit moet in een toetje. Ja, heel goed. En hier moet je. Ik heb hier nog stukjes. En hier moet je. Oh, die hoort hier. Neus. Oh ja, de neus. De neus van de aap. Ja. En nu? Oh, gaat hij eruit. Ik zie oren. Oren van de zebra. Ja. En ik kom net terug uit de speeltuin, dan ga ik alvast het eten aanzetten en dan zijn Niels beste vriendje van het kinderdagverblijf, die kwam toevallig net aan. Dus mijn moeder zei, weet je, ik blijf wel even, ga jij het maar afmaken. En toen was het een heel leuk pakketje bezorgd, dus ik dacht, dat wil ik even aan jullie laten zien. Tenminste, ik denk dat het heel leuk is. Het is van Leuk en Betaalbaar. Ja, kijk, een babynestje. Oh, ik zal eerst deze laten zien. Dit is zo'n bijtring, speeldingetje. Dus in dezelfde lapjes. Dit kan je dus helemaal zelf customizen. En dan een babynestje. Kijk eens. Oh, ik vind hem heel mooi. In Niels' tijd was dit nog niet echt een uitvinding, geloof ik. Maar dat is natuurlijk tegenwoordig wel. En het leek me zeker nu met een tweede gewoon heel makkelijk. Omdat je iets makkelijker het kindje ergens neer kan leggen. Op een veilige manier. En deze kon je dus zelf samenstellen. En dat leek me nou echt wel heel leuk. Dus ik heb
Nou ja, voor wie het heeft gezien, ik heb natuurlijk muurstickers in deze kleur roze met dan een, hoe heet het erop, een driehoekjes. Kom er lekker uit hoor. En natuurlijk is heel veel van de kamer ook grijs, dus dit leek me wel leuk. En dit kan je dan dus in de box leggen of gewoon op de bank. Jee, ik vind hem heel leuk. En dan ga ik nu aan het eten beginnen. We eten gepofte zoete aardappel met een vulling. Super simpel volgens mij, alleen het moet iets van 3 kwartier in de oven. Alleen ik weet niet hoe laat Sven thuis is. Hij heeft me net wel gebeld. Maar dat had ik niet gehoord, want hij zat in mijn tas en ik was in de speeltuin en dan hoor je natuurlijk nogal veel geluid. Ik was al begonnen, maar dit eten. Goedemorgen, het is zaterdag en wij gaan zo naar de kapper voor Niels. Ik pas echt helemaal niks meer, want elk jurkje is echt ongeveer 30 centimeter kort. Door mijn mega buik. Dus ik moet daar wel wat op gaan vinden. Ga ik even vanuit hoe ik dat ga oplossen. Want het wordt de komende tijd best wel warm. Dus ja, ik moet toch iets aan. Dit is alles wat ik nu aan heb. Gewoon een witte tanktop en een broekje. Ja, het is wat het is. We zitten bij de kapper. Niels wordt er geknipt, maar ik kan niet zo lang staan. Maar hij zit daar. Nou, nu even in de speeltuin. Geknipt en wel. Zij dus knipt gewoon super goed en snel. Het is echt zo fijn. En het is best wel warm, nu al. Het is 10 uur. We hebben het al stilgemaakt voor Niels. Ik weet niet wat het is. En draden en schilder. Maar hij is nu even afgeluid, want ik heb je uitpakken. Okay. Dus hey, dank je al hard. Niels zit in bed en ik heb aardbeidjes. En ik heb net even mijn nagels gelakt. Weer met Essie Mademoiselle, my fave. Ik zit even 13 Reasons Why te kijken. Want ik ga natuurlijk verplicht zitten tijdens een slaapje tegenwoordig. En ik ben nu aan het tweede seizoen begonnen van 13 Reasons. Ik hoorde al op Q dat de laatste aflevering echt redelijk misselijkmakend is. Dus nou, daar ben ik voorlopig nog niet. En deze hier is weer heel erg aan het troppen. En straks gaan we nog even naar dat snorfestival. Even kijken of het leuk is. Het is toch vlakbij en het entree is gratis. Dus als het niks is, zijn we ook zo weer weg. En moeten we even kijken. Moeten we wel een aantal dingen doen. En Sven is er morgen niet. Dus ik denk dat we ook nog even gaan kijken hoe we dat gaan combineren met dit alles. We gaan onze kleine clown weer. Ik heb hier gegeten, ik heb hem weg. Niels gaat even onder de douche. Of hij gaat weer terug naar de fiets op? Waarschijnlijk wel. Het is echt moeiheet. We gaan hier zo weer weg, denk ik. Niels is lekker aan het spelen. Ik weet niet of je het kunnen zien, maar ik heb echt een hele rare vorm in mijn buik. Ik zit onder een boom geplakt op een geitje. Wij zijn weer thuis. Het is nu 4:15. Ja, het is hier nu ook echt, ik weet niet hoe warm binnen, maar het is echt warm. Ik heb het overal warm. Buiten op zich, als je in de schaduw zit, echt wel lekker met een windje. Maar in de zon smelt ik, terwijl ik hou er normaal zo van. Oh, ik zie dat bloemen ook water nodig hebben van ellende. Nee, de handen zijn weer helemaal opgezet. Ik weet niet of je het een beetje kan zien, maar... Ik trek nu alweer een beetje bij. Ik heb een tijdje onder de kou kraan gehouden. Hier de mama. Ja. Even kijken. Oh, ik heb het schaapje. Wat ga jij nou doen? Van mijn neus halen. Een soort kap om een af van je neus. Oh. Is opgedaan. Ik mag deze. Ja, heel goed. Oh, die laatste ook. Wat is dat? Varken. Ja. Weet je hoe het kindje van een varken heet? Ja. Een biggetje. De adem heb ik gedaan. Ja, heel goed. En nog een keer, nog een keer. Nog een keer? Nou, kom op maar. Ik ga even drankjes doen met mijn beste vriendinnetje. En ik wacht al. Chop, chop.
We zitten lekker te borrelen. Uiteraard heb ik alcoholvrij bier, dat begrijp je. En een cheeseburger. Goedemorgen, het is zondag en mijn schoonhuis komen zo. Sven is al naar Leiden toe voor de halve marathon. Dus ik ben even alleen met Niels. Ik heb hem net even achter beeld gezet, zodat ik even de wc's kon schoonmaken, want daar wil ik hem echt niet bij hebben. Dat vind ik gewoon een beetje eng, ook met al dat schoonmiddelen en zo. Ik had vrijdag mijn video al af, maar ik ben hem blijkbaar vergeten online te zetten. Dus dat heb ik nu alsnog gedaan. Mijn brein. Gisteren was heel gezellig. Ik heb niet heel veel gefilmd van het borrelen, maar ja, dat is ook altijd een beetje lastig op zo'n terras. Maar het was heel chill en ik was gewoon om 11 uur thuis. Het viel me nog mee dat ik mijn ogen open kon houden. Nou, vandaag komen we schoonhuis, gaan we nog een aantal klusjes doen. Natuurlijk lekker naar buiten met Niels. Dus ja, het wordt een productieve en aangename dag, als het goed is. En natuurlijk is het zondag weer wasdag, dus de droger is nu net klaar. De volgende was zit er alweer in. Hoppatee. Ik deze even leeg houden, Niels is bedden goed. Nou, we zijn weer heel wat uurtjes verder. Hier hangt nu een plankje. Ik moet het allemaal nog even... Kijk, deze poster komt hier te staan, maar deze ga ik met washi tape nog aan de muur hangen. Ergens anders. En ik moet nog bedenken of ik dit zo wil hoor. Ik denk dat dat anders wordt, maar ik heb ze voor nu maar even zo staan. En dan de babykamer. En alle ramen zijn gezeemd, wat echt fantastisch is. En dit is de babykamer. Ja, we hadden een klein issue met de elektriciteit. Dus dit draadje wordt nog anders, maar... Oh. Zo. Een lampje. En de lijstjes hangen. Hier komt er dus nog eentje tussen. En misschien dat ik nog wat kleintjes voorzet. Dus die hangt ook. Ik zal hier even de raam openzetten. En het wiegje moet ik nog opmaken, maar dat staat alvast hier. Want ik kon nog steeds niet die klerenkast in. Dus is er een hoop werk verzet. Alle vloeren stopgezogen, gedweld gedaan. En dus de ramen gelapt. En we hebben echt heel veel hele grote ramen. Dus echt mega blij mee. Zelf moest ik ook nog heel veel doen voor mijn werk. En daar had ik me ook een beetje op verkeken. Want ik had het allemaal grotendeels al gedaan. Ik moest alleen nog verwerken in sheets en zo. Maar dat is in Excel. Maar nou, dat was een drama. Toen had ik het verstuurd, toen was het allemaal te groot en te ingewikkeld. En dus het duurde ook allemaal eindeloos. En nu gaan we lekker eten. Heel moe. Stay strong. We eten salade en kip. En hey! Wie is dat nou? Dat is een haai. Haai, mama van mij. Een haai. Hallo meneer haai. Hallo. Ah, waar gaat u naartoe? Naar Amsterdam! Mijn kreupele man is terug. Hij was al terug. Mijn kreupele man. Die heeft de halve marathon van Leiden gelopen. En hoe vaak je nou hoeveel snel? 1,49. Redelijk ongetraind. Ik zou er ongeveer 6 uur over doen, maar... ja, het was ook heel warm. Hij heeft echt heel veel mensen, heel veel ambulances gezien en zo. Dus maar ik ben blij dat hij hier weer is. Deze hier is weer echt een mega aan de wobbeling. Je kan het niet zien, maar hier is dus echt een knie nu. Misschien zie je er zo al bewegen. Dat is de waterkoker die je hoort. We gaan nu het bed opmaken en gaan we lekker op bed zien. Weet het nou? Die serie, ik vergeet dus die naam. Evil Genius of zoiets op Netflix. Echt een bizarre serie. Dus dan gaan we nu de derde aflevering van kijken. En daar is Princess, die is ook blij dat de festiviteiten weer voorbij zijn. En ja, gaan we lekker kijken.
En morgen een hele drukke dag. Ik heb morgen heel veel gewerkt trouwens. Echt heel veel. Ook nog tussendoor. Kapot. Zo, het bed is opgemaakt en wij liggen lekker op bed. Ik heb iets geks. Ik ben heel benieuwd of meer mensen dit hebben. Mijn schoonvader blijkt het ook te hebben. Ik kan ineens, krijg ik geen geluid meer als ik een WhatsAppje binnenkrijg. Hij trilt, maar dat zit. Ook al staat mijn telefoon op geluid, ook al staan de meldingen op geluid, alles op geluid, instelling bij WhatsApp ook. Heeft iemand een tip? Want het is echt heel irritant. En die serie heet trouwens Evil Genius, The True Story of... Puntje, de rest. Iets met bank robber ofzo. Ja, iets met de bank robber. De pizza boy en de bank robber, ik weet het niet. Maar als je zoekt op die Evil Genius, ga je het vast vinden. En kijk. Ik moet nog even kijken, misschien dat we het hier wel naast me gaan zetten en dat we de bedden wat gaan opschuiven. Maar goed, dat gaan we nog even bedenken. Niels stond ook daar, ander wiegje overigens. Maar ja, dan moeten wij omdraaien of je moet steeds... Nou goed, je snapt mijn punt. Kijk, hier is het natuurlijk net wat makkelijker, alleen hier hebben we niet super veel ruimte. Dus we moeten even kijken. Nou, wij gaan de serie kijken. En ik ga meteen de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om het te zien. Bijna dus het eindresultaat van de babykamer. Uiteraard komt er nog een roomtour. Maar we gaan nog eerst even de muurstickers en zo plakken. En de laatste finishing touches. En dan zie ik jullie heel graag volgende week bij een nieuwe vlog. En volgens mij komt er woensdag weer een update van... Oh nee, dit is een andere woensdag. Maar dan denk ik dat er ook een update komt van hoe het met mij is en... in de buik. Super bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week. Doeg!